Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Eeuw, echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brian Vlogs. Jawel, jawel, jawel mensen. Hier zijn we weer. Goeiedag dames en heren, met een gloednieuwe video. De Ramadan is weer begonnen. Voor de mensen die aan het vasten zijn, ik wens jullie allemaal een gezegende Ramadan. Een mooie Ramadan. Een leerzame Ramadan. Een liefdevolle Ramadan. Met jullie familie, met jullie vrienden. Binnen die anderhalve meter, toch? Voor de mensen die mij nog niet kennen, ik ben Brian Vlogs. Ik maak samen met mijn broertje die het syndroom van Down heeft video's. Mijn broertje die kan ik helaas niet zien. En mijn familie eigenlijk ook niet, omdat hij in een instelling zit. En ja, dat betekent dat wij ja, op afstand contact met elkaar moeten houden. Vooral door video te bellen en dat soort zaken onder meer. Het is een gevoelige onderwerp, maar desniet al te min heb ik toch besloten om toch video's te maken. En jullie kwamen allemaal massaal met een idee om sowieso hem een camera te geven. Voordat ik verder ga, wil ik sowieso vragen om op die rode knopje te drukken van abonneren. Zodat jullie wekelijks toffe video's van ons kunnen zien. Dat gezegd hebbende, dames en heren, wil ik alle mensen die ons een bericht hebben gestuurd, Instagram, Facebook, maakt niet uit waar, YouTube, noem maar op, wil ik ontzettend bedanken. Het is niet te doen om op iedereen te reageren, maar we zijn wel super, super dankbaar voor jullie tijd dat jullie erin hebben gestoken. Ik heb sommige teksten gezien, die zijn zo groot. Echt super bedankt daarvoor. Om terug te komen, dacht ik van, weet je wat, laat ik eventjes Bilal verrassen. Ik zeg wel ik, maar ik ben niet alleen. Mijn vrouw Khadija die heeft wat leuks gemaakt voor Bilal. Hij is natuurlijk sowieso, sinds kort is hij gek op sushi. Iedere zondag gingen ze samen sushi eten. Dus we hebben hier een schaal vol met sushi voor hem gehaald. Iets waar ik geen voorstander van ben om dat te laten zien. Dat is het stukje dat hij is helemaal gek op Red Bull. Normaal krijgt hij dat ook niet, maar dit keer hebben wij voor gekozen dat hij wel Red Bull mag. Omdat ja, dan is hij toch extra vreugde en ja, soms mag je iets niet. Maar wanneer het mag, hè, je weet toch, dan is het extra liefdevol. We hebben nog wat andere kleinigheids gehaald. En we hebben ook voor de medewerkers, ja, waar wij super veel respect hebben. En dat zij heel goed met Bilal om weten te gaan. Ja, hebben we ook wat kleins gehaald. Voor de mensen die constant vragen hoe het met Bilal gaat. Bilal heeft een hele zware week achter de rug. Waar die toch wel heel veel moeite mee had en dat vertaalt zich tot agressief te zijn en dat soort dingen onder meer. En dat is toch best wel lastig, dat is best wel moeilijk. Hij doet het gewoon veel beter dan we hadden verwacht, dat zeker. Maar dat betekent niet dat het helemaal 100% goed gaat. Maar uiteindelijk moeten we alleen maar positief blijven, toch? Ik ga nu zijn kant op en ik ga die medewerker bellen om hem te gaan verrassen. Dus jullie zien natuurlijk, hoe je op een gegeven moment dat het geluidje keert, dan zit je weer ineens bij hem en dan ga je zien hoe hij daarop reageert. En ik kijk met jullie mee, want ik zie het van tevoren ook niet. Alle beelden gaan direct naar de editor. Helaas is Bilal er niet en ik kan ook niet, je weet toch, we hebben toch van die slogans en zo, die kan ik nu helaas niet. Je weet toch, ik doe hem wel, maar het voelt niet echt. Maar ik doe hem toch. Wij zijn echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd positiviteit. Mensen, vergeet niet te abonneren, vergeet niet te delen, vergeet niet te liken. Bilal, dit is speciaal voor jou. Ik hou van jou. Love. Arrivederci. Nou, ze houden niet van de camera, maar ik doe het toch een beetje. Goeiedag. Hallo. Alles goed? Goed. Ja, jou? Ja, gaat goed. Bilal ook goed? Ja, ik zie een twijfel. ik heb ze al het een en ander verteld, dus ze weten al. Nee, kleine twijfel nu vandaag. Een beetje spanning. Zoekt een beetje grensopbouw. Een beetje aan het uitdagen. Ja, hè? Ja. Vooral omdat, misschien omdat het zaterdag is, omdat hij normaal bij ons is. Ja, normaal naar het weekend natuurlijk. Normaal gaat hij naar huis en dan dat merk je wel aan hem. Ja, hè? Dus, en hoe ga je daarmee om? Ja, goed, hè? Ja. Gewoon onze grens aangeven. Ja, hè? En dan trekt hij het ook. Ze is wel streng voor hem. Zij is heel positief streng. Ja, positief streng, ja. Ja, mijn vriend moet normaal doen. Ja. Dus we hebben wat, even kijken, wat kleinigheidje gehaald. Dus jullie kunnen allemaal aan de sushi. Kijk, sushi. Hou je van sushi of niet? Ja, heerlijk. Ja? Sushi is lekker, ja. En dan? Even kijken, hoor. Er zit hier nog iets anders. Waarvoor je en Bilal blij willen maken, maar ook jullie. En een kleine bedankje.
het is gewoon echt, stelt niks voor vergeleken met wat jullie allemaal voor iedereen doen. En, we doen het graag. Dus dat is, Nou, daar ben ik super blij mee. Toch, ja. Dus dat is gewoon een kleine bedankje. Het, is gewoon, het stelt echt niks voor. Nee, maar dat is maar in ieder geval een klein gebaar. En we hebben nog één ding. Nee. Kijk, Bilal heeft het altijd over liefde en zo. En dit heeft Khadija voor hem gemaakt. Lief. Ik ben benieuwd hoe hij daarop gaat reageren. Ja, mij ook. Maar ik weet zeker namens alle kijkers echt super, super bedankt. Want ik zie overal comments van dat ze jullie ontzettend bedanken en zo. Dus bij deze... Ja, toch? We doen het graag. Nou, ik zou jullie heel graag willen knuffelen, maar dat doen we maar niet. Hey, succes verder, hè? Dankjewel. Oké, doei doei. Het is toch super mooi, man. Die mensen die... Het is gewoon bizar dat je gewoon je leven riskeert eigenlijk. Dus daar komt het op neer. Om gewoon met mijn broertje aan de slag te gaan met andere cliënten. Ja, ik vind dat echt respectvol. We gaan nu even de reactie van Bilal zien. En alleen maar liefde. En we gaan nu natuurlijk naar richting Noah. Kom eraan, vriend. Even kijken hoe jij het doet met de Ramadan. Love. Wie komt er straks op tv? Bilal. Met wie nog meer? Brian. Hij heeft een Bilal, we hebben een klein cadeautje gekregen van jou. Dit is van Khadija en Brahim. Khadija en Brahim, we hebben ze voor je gemaakt. Ga eens kijken. Wat is dit nou? Wie is dit? Zo. Sophia. En dit dan? Brahim. En dat? Dat ben ik. Nee. Bilal. Wie is dit dan? Ryan. Khadija. Ja. Weet je wat hier staat? Huh? Lieve Bilal, wij missen jou enorm. Bilal, wij houden van jou. Ik hou van jou. Dankjewel, Brian Khadija. Is dit lief? Met een hartje. En je hebt een hartje, maar die is voor mij. Ja. Die ook voor Bilal. Oh. Oh. Kijk eens! Nou, zet maar neer. Zo, die is verdoofd. Lekker, man. Voorbij de koffie. Alleen maar liefde staat erop. Alleen maar liefde. Proost. Proost. Oh. Daar gaan ze nog even bedanken. Nee, je moet niet mij te bedanken. Nee. Je moet Brahim bedanken. Bedankt aan Brahim. En? Khadija. En? Sophia. En wat doe je dan altijd? Liefde. En? Paf, even daar. Lekker, man. Noah. Kom eraan, vriend. Noah? Ik hoor jullie al denken, wie is Noah? En we check mee wie Noah is. Love. Daar niet in buitenspelpositie, krijgt hem voor. En het is het doelpunt daar van Noah Lang. Voorzet van de Beek, Hunter draagt zijn standbeen langs. En het is 2-2, weer Noah Lang. Ik hou er gewoon van, dat het een beetje een gezellige sfeer is. Een beetje lachen. Je moet ook plezier hebben. Yo, goeienacht. Het is nu 3:30. Ik ben aan het PlayStationen. Ik ga morgen meedoen met de Ramadan. Dus ik ben nog wakker, man. Goedemorgen, man. Het is weer ochtend. We moeten weer gaan ontbijten. Ik ben echt benieuwd of Noah is opgestaan. Noah, was ben je opgestaan of ben je hem door gaan pitten? Ik ben nog een beetje aan het drinken, een beetje aan het eten. Dan gaan we morgen gewoon strijden, man. Wat zegt dat? Slaap lekker alvast, man. Ik ben morgen terug. Ciao. Billen kennen die slaapt hem zwaar door. Nou, dit ga ik eten. Mensen, love naar jullie. En we gaan knallen. Ik ga eten. Love. Arvidage. Brian Vlogs. Goedemorgen. Het is nu 11:45. Ik ben wakker geworden.
En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb nu wat dorst, man. Maar we gaan gewoon strijden vandaag. Even kijken wat ik dadelijk ga doen. Ik denk dat ik dadelijk even ga trainen. In het bos. En ja. Wat kan je verder doen in deze tijd? Dus, en dan wachten tot ik mag eten vandaag. Ja, ja. Ik heb mijn trainingsmaatje gevonden om dadelijk lekker te trainen. Stel jezelf even voor dan, bro. Goedemiddag, ik ben Joel. Model. Single. Nee, maar we gaan zo even lekker trainen. Even fit blijven in deze lastige periode. Dus we gaan het even doen. Ja, Ola, je praat weer echt veel. Ja, dus we gaan dadelijk trainen. We gaan dadelijk trainen. Er wordt nog steeds niet gegeten, we zijn nog steeds aan het vasten. Het is nog niet zo moeilijk, man. Maar ik denk dat het dadelijk wel lastig wordt. Maar je weet het, we moeten gewoon strijden. Wat zeg dat? Gewoon vasten, papa. Je praat te veel, jongen. Broer, hou je mond, hè. Jawel, hier zijn we weer. Ik ben even wat frisser dan vanochtend, hè. Maar ja, ik ga nu naar Noah toe. Dus hij moest gaan trainen. En ik denk dat ik gewoon ga proberen mee te trainen. Hoe is het om met mijn Ajax-speler mee te trainen? Dus we gaan richting Rotterdam. Dus Noah, we komen eraan. Rotterdam en Amsterdam, het ligt een beetje gevoelig, hè. Deze man die wil gaan rennen en zo. Maar het regent gewoon gek. Volgens mij is hij aangekomen. Wow, wat is dit, bro? Wat zeg je? Dit is geen weer, man. Wil die echt gaan hardlopen? Goeiedag, boys. Fuck off. Rustig. Dit is geen weer, man. Wat is dit dan, broer? Broer, het leeft niet. Broer, ik heb hem opgeladen, maar hij is leeg. Broer, de hele tijd opgeladen. Zeg eerst hallo tegen de mensen en zo. Hoe ben je aan het rijden? Hoe gaat het met jullie? Ja. Nou jongens, we zitten hier al een tijdje in de auto. Kim en Noah, gaan we voorhoelen? Bro, we gaan strijden. Ja? Zonder te eten, zonder te drinken. Oké, okay. Oh, jullie hebben van die mayo's en zo, dat soort dingen. Ja, we zijn een beetje... We kunnen niet tegen de kou, toch? Nee, oké, dan... Maar je gaat op slippers rennen, bro. Nee, man. Dat is de man himself. Ja. Gaat even zijn schoenen pakken. Hij wil niks horen van mijn sponsor, man. Geen Adidas. Sorry, Adidas, laat maar weten als je... Bro, als je iets van Adidas wilt, moet je... Komt goed. Ik moet je een Adidas zien, niet een Nike. Hé, hey, je gaat in korte broek? Ja, man. Nooit. Ja, serieus. Wil je strijder? Oké. Ja. Bro, korte mouw. Ja, man. Ah, nee, doe normaal, man. Nee, man. Ja, man. Sorry, mensen, we moeten met zijn telefoon filmen. Hoeveel kilometer? Vijf kilometer. Jalla, love naar jullie. Oké. Vraag je af waarom ik dit doe? Want ik weet echt niet. Gewoon met Ajax hier zo. Ja. Maar ik hoor je amper eigen, nee. Oh, dit is wel oké. Ja? Ja. Ja, joh, hij heeft wel, hè. Ja. Ja, joh, hij loopt eigen. Waarom doe je eigenlijk mee dan vandaag? Met Ramadan. Ja. Gewoon, man. Ik heb altijd respect voor de mensen die... De hele dag gewoon eigenlijk zo lopen te strijden om niet te eten en niet te drinken. Mijn broeder Brahim steunen. Lekker samen Ramadan, lekker samen vasten. Nu lopen we ook samen hard te lopen. Mijn broeders moeten elkaar joinen, toch? Daarom doe ik mee, man. Ik ben echt nieuw. Eerlijk gezegd, ik heb wel het gevoel dat je sneaky gaat eten zo meteen. Broer, ben je gek of zo? Nee? Dat voel ik lekker op. Ja? Ben je gek of zo? Dan voel ik me opgeven, man. We geven niet op. Oké, dat is de spirit. Dat is de spirit, man. Daarom, jij mag ook niet opgeven met hardlopen. Nee, man. Team, man. Ik ga hem vol. Ben je nou op de helft? De helft nog wel, ja. Oké. Ik ben van niet. Ik vroeg altijd snel van de klas. Maar ja, ik ben 34, hè, broer. Daarom, mooi is het al 34. Ja, toch? Ja, toch. Dat ik hier aan meedoe, gek. Noah, lang. Dit doe je dus elke dag? Ja, wel, man. Laat me zeggen, ik doe dit sowieso 3 keer in de week. 3 keer in de week, oké. Ja, en die andere dagen ga ik gewoon krachttraining. Maar krijg je dan van de club training mee? Of, Ja, eigenlijk ook, maar ik ben eigenwijs. Ik doe altijd mijn eigen dingetjes, toch. Maar nu kunnen we normaal op fatsoenlijke manier vragen. Ik heb jou gevraagd om mee te doen. Ja, toch. Ik zou eigenlijk met Bilal zou ik... Naar Twente gaan, hè? Ja. Tegen ADO Den Haag? Ja. Kaartjes waren al geregeld, maar ja.
ging helaas niet door, man. Maar nu dacht ik van, ik ga hem gewoon uitnodigen. Ik heb jou uitgenodigd, hè. Hij is scherp, hij is scherp. Maar, waarom doe je mee met Ramadan? Waarom zeg je uiteindelijk, ik doe mee? Gewoon, ik wil ook ervaren hoe het is om de hele dag niet te eten. Gewoon met me. Veel vrienden van mij die doen eraan mee. Ja? Ja, jij doet eraan mee. Jij bent een moslim, ik heb moslimvrienden. Mijn stiefvader is Marokkaans, mijn zusje is half Marokkaans, dus... Gewoon meedoen met hem, man. Respect, man. Gewoon... Ik weet niet of ik het andersom eerlijk gezegd zou doen. Weet je wat het is? Hun steunen mij ook in de dingen die ik doe, dus... Ik steun de mensen dan om mij heen, mijn vrienden of... Die steun ik dan ook in, met hun samen, zeg maar, mee te vasten, man. Ja. En jouw stiefvader? Dat wist ik trouwens niet, hè? Noorden. Noorden, ja. Noorden Bukhari. Check hier even de beelden wie Noorden Bukhari is. Ja, hij was wel echt een voorbeeld. Er waren in die tijd weinig Marokkanen die Eredivisie speelden. Ja man, klopt. En hij speelde ook nog bij Ajax, dus... Ja, dat is denk ik wel een voorbeeld geweest in die tijd voor vele Marokkanen. Ja. En hoe was hij eigenlijk als stiefvader dan? Ja, wel echt... Ik hou echt van hem. Ja? Ja, altijd met mij gevoetbald. Mij veel geleerd. Als hij kon, kwam hij altijd naar wedstrijden van mij kijken. Ook al speelde hij bij Ajax en ik bij Feyenoord. Dat was wel een dingetje. Kwam hij gewoon kijken en... Maar hij zag al meteen dat je gewoon echt ja, man. De top kon bereiken. Ja man, eerlijk gezegd wel. Vaak als hij dan ook naar het toernooi van me kwam kijken, werd ik bijna elk toernooi wel beste speler. Dus ja. Dacht hij ook wel van oké. Ja, geen grap. Goed, kunnen voetballen is iets, maar als je dan ook nog die erkenning krijgt ja. Op grote toernooien dan. En dan op een gegeven moment, hoe is die overgang naar Ajax gegaan eigenlijk? Ik was 14. Toen, ik weet nog, die dag had ik oefenwedstrijd met Feyenoord. Mijn vader haalde me altijd op en dus hij haalde me bij me thuis op en ik stap met hem in de auto. Hij zegt opeens tegen mij, gefeliciteerd. Ik zeg, gefeliciteerd. Hij zegt, volgend jaar speel je bij Ajax. Ik kijk naar hem, ik zeg, wat? Ik zeg, nooit. Hij zegt, ja man. Want zeg maar, je weet, normaal, iedereen wist al van mij dat ik naar Ajax wou. Ja. Dat het mijn droomclub was. En, dus ja, mijn ouders hoefden me niet te vragen of ik het wou. Die zeiden gewoon gelijk gefeliciteerd. Ja. Ajax gaat je overnemen van Feyenoord. Maar waarom is Ajax je droomclub? Ik snap het wel daar niet van. Maar. Ik ben gewoon heel mijn leven al voor Ajax, man. Maar dat had niks met Noordin te maken? Nee, man. Dus mijn vader is Ajax-ziet. Dus je krijgt dat al mee in je opvoeding. Hij staat te lachen daar. Waarom lach jij? Laat die shirt zien. Krasnodar, Putin guap, Filena. Draai om broer, wat ben je? Je moet die man supporten. Dat is wel een Feyenoord, maar ja, het is wel een mattie van. Ja. Het is allemaal één grote cultuur, toch? Oh ja, anderhalf meter. Maar wat maakt Noah zo uniek? Ik denk dat hij gewoon altijd gewoon zichzelf is. En moet ik er voor de rest van zeggen? Kijk hier, van maar... 9. Altijd grote man. Ja, camera, dat is niet hoor. Maar ik zie wel af en toe die comments. Hij heeft, of mensen houden echt van hem, of mensen vinden iets negatiefs over hem. Ja. Wat vind jij daarvan? Ik denk dat die negativiteit maakt je alleen maar sterker. En geeft je gewoon kracht om meer te doen, toch? Ja, dan moet je gewoon, gewoon lekker negeren, gewoon lekker je ding doen. Ja. Dat is het belangrijkste. Brain Vlogs. Die man heeft me veilig thuis gebracht. Nee man, maar bedankt man. Hallo, ik praat met jou. Je hebt geen kracht hè, met die Ramadan. Wat denk je? Doe je gewoon tegen die Ramadan. Hey vriend. Je ziet het. We gaan niet fit hier. Ja, ik ben nu lekker thuis. Ik ga nu even douchen. En dan ga ik PlayStation aan. Gaat wel goed man. Ik vind het nog niet zo heel moeilijk als ik eerlijk ben. Ik heb wel een beetje dorst en trek natuurlijk, maar... Ik ben nog wel stabiel, maar ja, je weet wat ze zeggen, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Van lekker die tijd doden, lekker PlayStation man. Profclubs, jullie zien het. Kijk, die statistieken zijn niet slecht. Want 61 wedstrijden, pff, ik ben aardig wat goals betrokken man. Of niet anti-venti? Welk shit is dat? Wat zegt dat? Wat staat op je rug? Lang, maar ik heb geen zin om die shirt op te draaien. jawel! Ja, gewoon zware energie, Noah. Wat denk je, vriend? Gaat ie goed? Nee. Ja.
Weet je wat ik ga doen, Bilo? Ja? Brahim, die gaat... eten maken! Eten maken? Ja, Noah van Ajax, dit doet ook mee aan de Ramadan. Wie? Noah! Van Ajax! Ajax? Ja, ken je Noah? Dat is die lelijkert. Hij is een beetje lelijk en hij stinkt een beetje. Ja. Bijna, nog een paar minuutjes mensen. Ik ben eigenlijk geen voorstander om eten te laten zien en alles. En ik hou er niet van dat onnodig al die hele tafel vol is en zo. Daar hou ik absoluut niet van. Dit wat je nu al gaat zien, dat ga ik al niet opkrijgen. Dus wat dat betreft, ja, sorry voor de beelden. Maar goed, pastijtjes met kip erin. Nou, deze heb ik gemaakt. Meloen. Ik hou van melk bij de dados. Die suikerkoek, ik weet niet hoe die heet. En een bakje thee. That's it! Dat was genoeg! Ik krijg dit al bij zeker niet op. Ik ben met de enige echte Noordin Bukhari. Welkom boys, alles goed? Ja, lewes. Rustig. Lewes. Lewes. Alhamdulillah. Ben het vast, hè? Goed zo, jongen. Ja, nog een half uurtje. Ja, even kijken wat deze man voor me op tafel gaat leggen, man. Nou, het zijn een hoop. Ga je niet over zeggen, het zijn er echt een hoop. Bij jou was het een hoop. Bij mij sowieso. Jij mag niet. Papa mag wel. Wordt toch wel goed voor me gezorgd, hoor. Wordt toch echt wel goed voor me gezorgd, man. Bilal. Absaha, eet smakelijk, hè. Eet smakelijk. Strijder. Slemme. Eet smakelijk, broeders. Wordt voor me gezorgd. Ik zie jullie dadelijk, man. Eerst even eten, man, want ik ga dood van de honger. Zeg ik, bismillah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa zidna khayran minhu. Bismillah. Oh, dit stukje, dit. Oh, heerlijk, man. En dan, hè. Deze actie gewoon. Dit is gewoon goud. Love naar jullie. En tot snel. Succes, Noah. Ik ben benieuwd naar jouw etentje, vriend. Het is me gelukt. Ik ben met Noordin in de club. En die tafel is zo druk. Het is me gelukt. Zo was die tafel vol en zo is die tafel leeg, man. Helemaal gefinished. En zo naar de grote meneer. And refuel would have cost Lamia roughly $5,000. Ja, ik ben nu thuis. Einde gekomen van een lange, leuke dag. Ik heb het volgehouden. Ik heb daarna lekker gegeten. Ik heb getraind met een lege maag. En Brahim gezien. Wat ook gezellig was. Hij heeft het goed volgehouden. En man, nu ben ik gewoon thuis. Nu lig ik lekker in bed. Nu ga ik lekker slapen. Morgen weer trainen en... morgen gaan we weer, man. Dus zien jullie misschien wel morgenochtend. Misschien niet, misschien wel. Slaap lekker. Even kijken of die opneemt. Kijk hem daar. Jawel. Ik merk alweer, ik kan het beter bij vloggen houden. Bro, we zijn voor alle markten thuis. Ja, wennen. Het is niks voor jou, hè? Nee, man. Ik zeg je eerlijk, het is niks voor mij, man. Je hebt geen gekke dingen erop gezet of zo, hè? Nee, man. Maar het is corona, toch? Ik zit de hele dag thuis. Gewoon trainen thuis, PlayStation. Ik kan niet zoveel doen, toch? Dan luister je goed naar de minister-president. Precies de bedoeling. Ja, ik heb een voorbeeldfunctie, toch? Dus ik moet luisteren. Ja, is lekker, nou. Echt top, daar is hij dan. Ja toch? Hoe vond je het dan, bro? Ja, was wel leuk. Ja?
Alleen vlog hele dag is niks voorbij, man. Nee, ja? Nee. Maar verder was het wel oké, man. Ik had wat kijkers, zeg maar, die had wat vragen. Zo, gelijk al. We gaan beginnen gelijk grof. Wat vindt hij ervan dat hij praatprogramma's wordt bestempeld als lastige jongen? Wat ik ervan vind? Ja, dat je bijvoorbeeld bij Voetbal Insight en zo. Wat ik zeg, als mensen me kennen, dan praten ze wel anders. Dus nee, man. Als ze dat denken of vinden, moeten ze dat zeggen. Als je me kent, praat je anders. Ja. Gewoon simpel. Kijk, misschien in het veld heb ik misschien altijd een bepaalde houding waardoor mensen die... die vooroordelen gaan krijgen, maar wat ik zeg, als je mij kent, nee, man. Praat je sowieso anders. Ik weet niet of ik het mag zeggen, maar de eerste keer dat we elkaar connecten, je nodigde me gelijk uit, alles was gewoon Mikasa Sukasa. Daarom. Wat vind je van Bilal eigenlijk? Dat is ook een vraag hier. Bilal is een... ik vind hem echt grappig, man. Ja? Ja, man. Altijd, wat ik zeg, je wordt gewoon blij als er zo'n jongen zit, snap je? Ja. En ik vind het echt jammer dat hij niet erbij is. Man. Ja, man. Maar we gaan hem wel een keer doen, toch? Ja, sowieso, 100%. Ja, hij moet een keer bij zijn. Ja. Mijn vraag is of hij het moeilijk heeft met het vasten. Dikke respect naar jou. Nee, ik vond het niet zo moeilijk. Pas het laatste anderhalf uurtje was wel lastig. Die was pittig, hè? Ja, man. Toen, ik kwam toen bij Noorden en ik rook die keuken. ik ging gewoon eten pakken, ging ruiken. Ik ging met mijn gezicht gewoon ruiken. Hoeveel jaar was je toen je besefte dat je prof zou worden? Toen ik begon. Gewoon gelijk wist je al... serieus? Ja, man. Ik was altijd al mijn droom en ik kon altijd wel goed voetballen. Ik was 4 toen... Ik mocht eigenlijk nog niet eens in de F spelen, maar ik zat dan in de F1 bij mijn amateurclub. Dus ja, ik begon... Ik wou mee trainen. Toen... Dus ik ging met mijn vader gewoon in mijn trainingspak. Gewoon naar de club, zomaar. Ja. Van, weet je, mijn zoontje wil mee trainen. Hoe oud is die? Ja, 3, 4. Ik weet niet, ik was 3 of 4. Eind 3, begin 4, zoiets. Iemand zegt, nee, ik kan niet, hij is te jong. Dit dat. Mijn vader zegt, luister, laat me één keer mee trainen. Gewoon. Die man zegt, oké, is goed. Weet ik veel, echt zo'n hoge F. Ik train één keer mee, die man zegt, hier, shirt. Gelijk. Die keer mocht ik gelijk spelen. Dan ik begon in de F3, want ik was nog klein, maar bro. Ik was misschien in een maand was ik van de F2 en de F1. Dan was ik 4 jaar. Ziek. Dus ja, ging snel, man. Toen op mijn 5e werd ik al gescout door Feyenoord. Toen op mijn 6e ben ik naar Feyenoord gegaan. Wow. Ja, man. En is dat zwaar eigenlijk zo'n hele levensloop, zeg maar, dat soort clubs zitten, bij BVO's? Want je moet toch veel opofferen. Ja, maar je doet het echt voor, snap je? Toen bij Feyenoord, ons complex was echt naar de Kuip. Dat was echt naast de Kuip. Als kleine jongen dan train je en dan zie je gewoon de Kuip en dan denk je van ja man, we laten we ook in zo'n groot stadion spelen. Ja. Mijn droom was aan de arena, maar toch, ondanks je bij Feyenoord zat. Ja, maar altijd goed. Maar dat weet iedereen, dus dat is wel logisch. Ja, ja, ja. Hoe is jouw band met jouw moeder? Goed. Ja? Ja, ja. Wat maakt haar zo speciaal? Gewoon, ze doet alles voor mij en mijn zusjes. En als ze kan, komt ze altijd kijken. Ook al is het ver weg, dus... Ja, gewoon een band zoals een band tussen een zoon en een moeder te zijn. Zo is eigenlijk mijn band wel met mijn moeder. Je staat eigenlijk altijd klaar voor haar? Ja, ja, tuurlijk. En andersom ook. Zo wordt het. Ja, nee, 100%. Ja. 100%. Daarom. Lieve vrouw. En je bent altijd een zwak bij haar? Ja, tuurlijk. Is je moeder. Ja? Is je moeder toch? Ja, nee, zeker. Ja. Zeker. Ja. Nee, ik kom net binnen en ik proef gelijk zo'n positieve vibe. Ja, tuurlijk. Het is wel even vervelend nu in die tijd van nu, toch met die corona. Dus... Klopt, ik moest met een hele boog eromheen. Ja. Ik moest bijna via het dak, net Zwarte Piet. Ik mag dit eigenlijk niet zeggen van mijn moeder, ze was goed in voetbal, man. Serieus? Ja, man. Ze zat in voetbal, man. En echt hoog niveau. Hè. Hoogste vrouwenniveau van vroeger, man. Oké. Okay. Ja. En waarom heet ze zoiets van, liever niet dat mensen weten? Ja, gewoon, ik weet niet. Ja. Maar ze kon echt goed voetbal. Dus je hebt niet van een vreemde? Nee, maar ik denk ook van mijn vader voordat hij boos was. Ja. Maar wat zou jij tegen de kijkers willen zeggen? Ik zou jou vragen, wat betekent succes voor jou? Succes betekent voor mij gewoon dat je gelukkig en gezond bent, man. Heel simpel, man. Klaar. Gelukkig en gezond zijn, dat is het allerbelangrijkste. En verder, ja, je kan natuurlijk ook succesvol zijn in het voetbal. Maar als je niet gelukkig of niet gezond bent, gaat dat ook niet lukken. Dus ik denk dat... Gelukkig en gezond zijn de sleutel naar succes is, man. Gewoon heel simpel. Gruwelijk. Oké, mensen. Ik hoop dat jullie het een toffe video vonden. En vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te delen. Vergeet ons grote vriend niet te volgen op Instagram. Je gaat trouwens hard op Instagram, man.
Jawel. Gewoon ruim over de ton. Gaat hij rustig 1,5 ton. Ja, ik ben blijkbaar toch wel interessant, hè? Nee, wallah, ik zeg eerlijk, wallah, je doet het echt goed. Mensen, vergeet vooral niet te abonneren, vergeet niet te delen, vergeet niet te liken. En zoals ze altijd zeggen, wij zijn echte, echte. Ik ben benieuwd of je hem weet. Wij zijn echte, echte, echte. Mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Doekoe. Die weet ik niet, bro. En wij geven iedereen alleen maar... Echte liefde. En wij zeggen altijd... positiviteit. Mensen, tot de volgende video. Love.